zit bij Dunia in de tuin, kwam koffie drinken. Gelijk een vlog. Zie je dat? Ze heeft een prachtige tuin. Geweldig. Represent Suriname vandaag. Het is mijn wintiepak. Met mijn Cavendiaanse kraaltjes natuurlijk. Suriname en Cabo. Tweeling en de maagd. De zon vandaag in de maagd. De maan in de tweeling. Weet je wat het inhoudt? Scheidingen. Helaas. Ik denk dat het rond deze periode, gisteren en vandaag, 2 en 3, dat veel mensen eigenlijk ruzies hebben, scheidingen, dingen gebeuren, bezorgdheid. Dus zie het als uitdagingen deze week. Dat je veel uitdagingen hebt, omdat je je denkwijze moet veranderen. Daardoor zie je mijn neusje. Je moet echt je denkwijze gaan veranderen. Je moet wel zien, er zijn 5 planeten nog steeds in de aardetekens. Betekent gewoon echt hier op aarde. Veel materie, doorwerken, nuchter zijn en toch, hè, net als een maagd, in detail dingen bekijken wat je nodig hebt en wat je niet nodig hebt. En een tweeling is beweging, lucht, communicatie. Zoals ik al zei, die houden van kletsen. Dus klets in details en vertel wat je nodig hebt in details. Blijf in details, we zijn nog steeds in de Virgo season. Dus september, schoonmaken nog steeds. Hè? Nog steeds schoonmaken en dan komen de andere sterrenbeelden om je te helpen in de maan. Zodat je om de paar dagen een andere denkwijze krijgt, inzichten, ingevingen. Zoals ik altijd blijf zeggen. Zodat je een mooier, knapper, groter, slimmer, wijzer uitkomt. Even een bakje koffie pakken. Oeh, oh, zo lekker. Koffie. Voordat het te koud wordt. Dus kalmeer jezelf deze week. Blijf rustig. En doe je best. Vandaag viel de lelie. Leuke reacties op gehad. Ik heb zelfs de betekenis gedeeld. Dankjewel, Sabine, nog steeds. Ik heb hem uitgelegd. Ik hoop echt dat je een inzicht binnenkrijgt. Of liefst, koop een lelie, zet het thuis. Zo, mijn lichaam begint te jeuken, dus gewoon allemaal transformatie. Dat zie ik ook in die kaarten. Dus we krijgen allemaal jeuk als ik die lelie zie. Het heeft veel betekenissen. Zuiverheid vooral vind ik nu het belangrijkste. 3-2, dat doe ik het zei. Zuiver jezelf. Daar is de maagd ook voor. Cleansing. Zoals ik al zei, niet meer jokken tegen jezelf. Niet meer plastic zijn of naar een ander toe. Oprechtheid is zo belangrijk op dit moment. Maar het begint bij jezelf. Blijf vooral trouw aan jezelf, oké? En ik hoop dat je ingeving bent en krijgt van daarboven. Van dat mannelijke kant. En liefst wens ik je een lelie op bed. Zodat je weet dat hij je minnaar is. Supermooi. Kijk wat. Maandag. Lely. Transformatie. We zitten in een heel intensief proces van, serieus waar, van transformatie. Oh, het blijft jeuken. Het heeft echt niks te maken met de dieren hier. Het is een opkomst. Het is een verandering. Ja, de emerge is opkomst. Opduiken is het letterlijk vertaald. Maar de transformatie komt. Je wil of je wil niet. Dingen om je heen, mensen doen anders, zodat je toch moet transformeren en anders moet doen. Ah, 3D, ja! Is niet anders. Dus alles wat je nu overkomt, dat zei ik verleden week al, je staat precies te staan waar je moet staan. Transform. En libellen heeft ook een manier van transformeren, toch? Ik zei, een fly is toch een libellen. Ja. Zie je, die dame komt uit het water. Uit de emoties met de kop erop en zo zie je maar. Richting het licht. Dat is haar transformatie. Echt waar. Hierna, voor eind van het jaar, ga jij je wijsheid ontdekken in jezelf. Want die is er nu, die treedt steeds meer naar buiten. Ik zie het ook, precies hoe die kop boven water komt. Dat gaat jou overkomen binnenkort. Dat je steeds meer weet. Ik hoop ook gewoon nu. Na de retrograde van Mars en Mercurius. Want Mars heeft even stilgestaan in Mercurius. En die energie, die wordt nu allemaal vrij. Komt allemaal vrij. Allemaal vrij. En dat is dus die proces. Het is een hele heftige proces. Heel intensief. Maar het brengt je naar het licht. Kijk. Prachtig. Woensdag, donderdag. De herfst. Eigenlijk als je naar het weer kijkt, zie je de bladeren al afvallen. Dus de bladeren. Dus nu ben je zogenaamd een boom en die bladeren, die heb je niet meer nodig. Die had je nodig voor die tijd en die vallen nu op grond omdat jij nieuw bent. Letterlijk
jezelf zien, is er gewoon een nieuwe vorm krijg je eigenlijk. Misschien ga je ook weer nog steeds van uiterlijk veranderen, ben ik ook van plan. Dat je dingen verandert, huis, nieuwe auto, nieuwe baan, promotie. Dat hoor ik allemaal. Het is gewoon, ja, release. Loslaten, vrijlating is het vooral. Nieuwe vorm. Jezelf verlichten vooral. En dat doe je dan wanneer die bladeren vallen. En dan word je dan een nieuwe boom. En dan sta je daar te staan. Zuurstof te geven aan heel de wereld. Hè, waar ze zo goed in. Waar ze ja, voor zijn gemaakt. Hè, de bladeren, denk ik. Zeg ik niet. Derde bloem. Nieuwe vorm. Dat gaat gebeuren. Dat je vanuit deze week gaat denken. Ik wil anders uitzien. Ik wil anders voelen. Ik wil dit niet meer voelen. Dat is vooral. Dus je zit in die transformatie, net een boom in de herfst. Echt waar. Is het. Oh, kijk dan. Weekend. Zegeningen komen eraan. Zegeningen komen eraan. Ken je dat? Wanneer die storm voorbij is, dan zie je de regenboog. Het is tijd om te genieten, hè? Wanneer je dit allemaal hebt gevoeld deze week. Dat je de keuze maakt om te gaan genieten. En dat je gewoon, hè, dus ze zeggen ook. De einde van de regenboog is een pot goud. Dus alles wat je nu meemaakt, doormaakt, is om die potje goud mee te nemen naar huis. Om hem te vinden. Je moet dus die boog maken, gaan glijden. Het is de elfjes dat doen, en de engelen. Na een weekend is die storm voorbij. Qua emoties. Maar het gaat vooral om oprechtheid deze week. Ik ben veel buiten geweest, hier en daar, mensen gezien en alles. Ik klink heel gek als ik ga zeggen, ik heb veel mensen om me heen gezien. En loop ik naar huis en dan denk ik, jezus. Dan zie ik 10.000 mannen, ik overdrijf altijd in een aantal. Ik drijf altijd over, zijn mijn leerlingen altijd. Juf, je drijft over. Maar misschien 7 van de 10 die ik dan zie, zijn de 3 die durven echt oprecht te zijn en hunzelf te zijn. En die andere 7 zijn nog zo zoekend. Ik wil echt niet vertellen dat ze plastic of iets anders zijn, maar ze zijn nog zo zoekend. In het weekend. Nieuwe maan komt eraan. Wees oprecht. Maar het begint vooral bij jezelf. Wees eerlijk tegen jezelf. En dan ziet de wereld dat ook. Dat is echt heel belangrijk. Liefde, 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 liefde. Single en verliefdheid, check. Karma en obstakel. Iedereen weet wat karma is. En dat is die obstakel. Heb je die les geleerd? Ga je het nou niet meer doen, single en verliefdheid? Is het goed geweest nu? Heb jij de hoogste woord uitgesproken of je hebt juist niks gezegd en heb je daarmee alles gezegd? De afstand bewaard? Want iets was de obstakel. De verliefdheid in je singleheid was de obstakel en dat was je karma, want je bent nog steeds niet eerst 100. Eerst jij. Meer van een andere houden dan van jezelf. Is de grootste zonde hier op aarde. Het is mijn grootste les geweest. Ik hield meer van iedereen dan van mezelf. Leer van jezelf houden. 10.000 keer. En dan vloeien. Dan gaat alles vloeien. De flow komt. Want dan ben je zo trots. Zo blij met jezelf. En dan kan de wereld wat zijn met jou. Niet anders. Het was karma, ladies. En gentlemen, het was karma, dat was de obstakel. Leer de les en ga zuiveren, we zijn in maand 9. Mijn maand. Zuiveren. Want ik ben een persoon die ergens een ruimte binnenkomt en ik ontmasker altijd alles en iedereen. Hadden we laatst nog over. Zelfs hè, in het team met mijn werk of alles. Soms ben ik ook te eerlijk, is me ook laatst geadviseerd. Mijn tante zei mij naar jouw eerlijkheid af en toe. Filter. Heb ik ook van Anna geleerd. Mijn keelchakra filteren. Maar een of andere manier. Een of andere manier, ik kom voor de zuiverheid en dan kan ik er niet meer omheen. En ik, hè, dat maakt het mij dat het echt, dat ik gewoon tegen je zeg, soms onaardig, soms direct, soms scheef ondersteboven. Maar ik zeg het wel zodat alles in het licht blijft. Ik zeg altijd, ik breng alles naar het licht. En hoe ik het overbreng, dat is soms het probleem. Maar ik doe het wel. Dus single verliefdheid, breng alles naar het licht. Relatie. De verbinding is er. Voor die 60%. Ik blijf op die 40, hè. Over die 40, jongens, er is een verbinding met een ander. Misschien weet je het zelfs al. Van die 40%.
De 60, voel die verbinding. Voel die verbinding. En als je voelt, 20% in die 60 weet de verbinding. Maar die is boos, koorboos, bezorgd, teleurgesteld. Zit in maand 9, breng hem naar het licht. Ga jezelf zuiveren zodat je weer hier zo komt. Maar de verbinding is er. En die 40% jongens, ik moet jullie veel meer aandacht geven tijdens mijn vlog. Die 40% jullie angst om de deur uit te lopen. Kinderen blijf ik zeggen. Getrouwd, je wil die scheiding misschien niet aan. Die situaties allemaal. Angst dat het allemaal anders gaat lopen. Angst dat je het niet zeker weet of wat het wel karmisch is of spiritueel. Ik hoop dat je eind van deze maand het precies weet. 40%. Die eigenlijk moet weglopen. Ik wens je dat echt. Dat je op 30 september denkt. Dat wordt mijn keus. Want we zitten in een cyclus. En als je dat niet gaat doen 8 jaar later. Zit je er weer in. En dat wens ik je niet. Ik denk dat je die 8 jaar al hebt ervaren. Die 40%. En het heeft niet, denk ik, momenten gehad. Dat het heeft gewerkt. Maar ik denk de momenten die het niet heeft gewerkt. Waren veel zichtbaarder. Kies voor jezelf. Dat doet mijne ook. Kies voor jezelf is je enige uitweg. En de 60% verbindt als je weet dat je verbonden bent. Verbind met elkaar. Dat heb jij ook nodig en je partner. Geloof me. Nieuwe maan. Komt eraan. 9 september. Vergeet je ritueel niet. Om bij jezelf te kunnen blijven, om oprecht te zijn, moet je terug naar de basis van wie jij bent. Mijne is een ritualist. Ik word wakker. Ik moet randje van mijn bed zitten, nadenken, ingevingen. Ik moet mijn ritueel doen, anders haal ik het niet. Dan loop ik de deur uit en het gaat helemaal fout. Dus ik moet altijd terug naar de basis, naar de kern van wie ik ben. En dat vraag ik jullie deze week. Jezelf weer vertrouwen. De code van Mozes in de Life Coach heb ik vandaag weer gepakt. Om te vertrouwen, moet je ook weten wat je hart echt wilt. Echt. En dat te gaan volgen, maar wat wilt je hart? Heb je dat echt goed gehoord? Heb je geluisterd? Zoals mijn nichtje het laatste heel leuk zei, ik hoorde je wel, maar ik heb het niet gedaan. Dus ze heeft eigenlijk geluisterd, maar er niks mee gedaan, niet gehandeld. En zolang je alleen maar luistert, niet handelt, blijf je. Dat wordt een blokkade, wordt een karma, wordt een ziekte. Daardoor zijn veel mensen ziek. Schreef het woord de K, hè, letterlijk. De maag in iedere chakras. Wist je dat ziektes eigenlijk altijd vertellen wat er precies speelt? Mensen die veel last hebben van hun maag, daar hoor ik veel in hoofdpijn. Is denk anders of dat gevoel moet je niet meer meelopen. Release yourself. Maak jezelf vrij door oprecht te zijn naar jezelf. En vertrouwen te hebben en te luisteren naar wat je hart wilt. Mijn mantra, ik ben dat wat ik ben. En alles ontvouwt zich. Heb ik allemaal geleerd van wat je hart benoemt. Zo buiten, zo binnen, zo boven, zo beneden. Dus als jij vertrouwen hebt, dat je zelfvertrouwen hebt, dan gaan mensen jou ook vertrouwen. Dus de energie wat je uitstraalt, dat merkte ik laatst op echt met iets, dat wij onze septemberkalendermeisje zijn, dat we die foto wil maken met onze gele pak aan. Het is ontvangen. Het is ontvangen door de anderen. En mensen zagen letterlijk wat wij tweeën daar in die mantra hadden op de foto. Dus gewoon, ik ben wat ik ben. Dat wat ik ben bedoel ik. Ga ervoor. Nieuwe maan, 9 september, in de maag. Ga voor de zuiverheid. Schrijf dingen op zodat je met de volle maan dat allemaal kan branden. Ik wens jou liefde en zelfvertrouwen. Maak jezelf vrij. Heb een wintie. Ga langs de Surinamers en heb je wintie. En kom terug op aarde in liefde. Mwa, mwa. Love you all. Gaf ook voor oranje. Dus detox. Dus detox, daarom heb ik oranje aan. Ontgiften. Ontgiften voor meer zelfvertrouwen. Bye bye. Oh ja, en doe Doenja de groetjes. Ik ben bij haar in de tuin. Doei doei.